Er zijn er heel wat juridische termen die zijn gebruikt tijdens en na het vonnis in het 8 december strafproces. Vandaar dat wij van TBN Prime Alert een vraaggesprek hadden met advocaat meester Irene Lalji, zodat dat zij wat duidelijker allemaal kan uitleggen aan de gemeenschap. U hoort advocaat meester Irene Lalji. Wat kan dan een veroordeelde doen in deze? Wetboek van strafvordering geeft ook nog mogelijkheden, we hebben gratiewet. Als je dus van verdachte de status van veroordeelde hebt gehad, dan staan andere mogelijkheden voor je open. Als je een veroordeelde bent die opgesloten is, zoals het normaliter is, een veroordeelde die opgesloten is, en heeft 2/3 deel van zijn straf uitgezeten, dan vraagt zo een veroordeelde een voorwaardelijke invrijheidstelling. Dat doen wij ook als advocaten. Onder voorwaarden word je dan in vrijheid gesteld. Een veroordeelde die niet opgesloten is, dus die vrij rondloopt in de maatschappij, en dus een veroordeelde is met een vonnis op zijn naam, die zou kunnen vragen om gratie. Een gratie moet u zien als een soort kwijtschelding van de straf. Gratie wordt niet verleend door de kantonrechter of door de rechter. Gratie wordt verleend door de president van het land. Maar bij gratie is het wel zo dat het desbetreffend advies van de rechters wel opgevraagd wordt. Van rechters, jullie hebben die persoon veroordeeld. En nu vraagt de persoon om een gratie. Wat zegt u daarvan? Let wel. Het is een advies dat gevraagd wordt aan de rechters. Dus als we kijken in dit geval, heeft de veroordeelde, meneer Boutsen, en de andere veroordeelden ook, want er zijn meerdere, hebben natuurlijk ook de mogelijkheid dat zij zeggen, wij tekenen geen rechtsmiddelen aan, vonnis worden onherroepelijk, de status van verdachte wordt veroordeelde, en wij vragen aan de president, kunt u ons gratie verlenen? En een veelgestelde vraag nu, meester Lalji, en dit met uw ervaring zelf, zaken die u hebt behandeld van uw cliënten. Wat zijn vaak genoeg de redenen dat een rechter gevangenneming gelijk gelast of dat ook niet doet? Ja, weet u, ik heb u al gezegd, in feite is dit wat wij noemen een gewone strafzaak. Alleen met zo'n verschil dat het gaat om bepaalde klinkende namen in de maatschappij. Wat overwegingen van de rechter zijn om geen gevangenneming te gelasten? Wat laat ik dat zo uitleggen? Je hebt dat iemand in verzekering wordt gesteld, gedagvaard wordt, gevangen blijft. En verdachten die bijvoorbeeld in vrijheid zijn, ze lopen vrij rond en er wordt een vonnis uitgesproken. Dat de rechter gaat zeggen, en nu gelast ik dat jij gevangen wordt genomen. Dat gebeurt normaliter. In dit geval is dat niet gebeurd. Waarom de gevangenneming niet is gegeven, dat weet ik niet, omdat de rechter daar ook geen uitleg over heeft gegeven. Wat u ook niet moet vergeten, is dat de eis van het Openbaar Ministerie in deze zaak ook geen gevangenneming inhield. Het ging slechts om de vordering gevangenisstraf. En de rechter heeft als het ware dat overgenomen. De rechter heeft gezegd, ik veroordeel je tot de 20 jaren, maar de rechter heeft geen woord gerept over wel of niet gevangenneming. Wat de overwegingen zijn van de rechter om dat te doen? Ja, ik heb een geval gehad van een mevrouw, heel recent, die flinke bedragen had verduisterd, vrij ernstig feit. Ze had een week in voorarrest gezeten, omdat ze in verwachting was, pas bevallen, was ze voorlopig in vrijheid gesteld. De zaak heeft een aantal jaren geduurd, 2, 3 jaren. En onlangs is er een vonnis gekomen, het vonnis is geweest, een voorwaardelijke veroordeling. En ze hoefde ook niet te zitten dus. De rechter heeft daar het feit dat die mevrouw kinderen heeft gehad in al die jaren, maatschappelijke zorg heeft voor de kinderen. Weet u, het zijn een heleboel omstandigheden waarop de rechter op die straf is gegaan. Maar in dit geval kunnen we een beetje raden en gissen
waarom de rechter dat niet heeft gelast. Misschien het feit dat de zaak al zoveel jaren heeft geduurd. Ik weet het niet, misschien dat men, dat de rechter heeft gezegd van ja, strategisch gezien zal ik dat niet doen. Ja, feit is dat alles er geen gevangenneming gelast, als er een vonnis is dat onherroepelijk is geworden. Dus stel, er wordt geen verzet, geen hoger beroep, het is onherroepelijk. Van de status verdachte bij een status veroordeelde, dan ligt de bal weer bij het Openbaar Ministerie, omdat die dan het vonnis zou moeten uitvoeren. Begrijpt u? Dus zo zit dat in principe in elkaar. Ja. En in hoger beroep, als eenzelfde vonnis wordt overgenomen? Dan geldt dat vonnis. Dus als bijvoorbeeld deze zaak in hoger beroep zou zijn behandeld en het hoger beroep wordt opgelegd, dezelfde straf, 20 jaar, dan is het daarmee afgelopen. Er staan geen verdere rechtsmiddelen open.